Ik studeer kunstgeschiedenis bij La Sapienza di Roma en ik ben hier al 3 jaar lang vrijwilliger van de Friese Kerk. Ik doe de opening 2 keer per week, op vrijdag en zaterdag. Nou, als ik hier kom, dan doe ik voor het eerst de vlag, de Nederlandse vlag ophangen. Dan moet ik ook de kaartje aandoen en dan moet ik ook de heilige trap openmaken. En dan komen ze veel toeristen, vooral Nederlanders. En dan willen ze natuurlijk veel over de geschiedenis van de Friese Kerk weten. En dan geef ik rondleiding. Hierboven hebben we nog een andere inscriptie. Deze scriptie is van 1300 ongeveer. En dat kunnen we. Nou, ik vind het leuk dat hier kan je echt de lagen van de geschiedenis zien. Dus vanaf de eerste kerk van de 9e eeuw. Hier bestaat nog een muur van de 9e eeuw, dus van de eerste kerk. En dan kan je dan de kerk van de 12e eeuw zien. En ook de restauratie van 1760. Dus dan loop je een beetje in de geschiedenis eigenlijk. Kerk hebben we ook de tweede heilige trap van Rome. De mensen die moeten op de heilige trap om zijn knieën naar boven gaan om te bidden en om iets aan God te vragen. Dus de kruis die staat tegenover en de bloedende knieën zijn omdat Christus heeft voor de eerste de trap. Zeggen ze, kom je misschien uit België? Maar nee, soms horen ze wel dat ik gewoon Italiaans ben. Ja, dan zeg ik, ja, ik heb wel een Nederlandse vader, maar ik ben hier geboren en getogen, dus ik ben eigenlijk Italiaans en dan hoor je gewoon het Italiaanse accent. Geweldig mooi. Dit was de tweede keer, maar je ziet steeds weer iets nieuws. Prachtige, mooie kerk. Karel en... Ja, ik kan de namen niet... Hallo.